De Hortop met Sander. Waar is hij nu toch weer? Nou ja, de jingle. De Hortop met Sander. Ja. Die zegt het al. Want Sander is op locatie. En ja, we hadden het straks al over de braderie in het Maaskantje. En daar ben jij ook beland, Sander, hè? Ja, ik kan het helemaal niet bewegen. Hoezo niet? Ja, ik zit model. Eigenlijk zit ik. Dus het is belangrijk dat ik heel stil blijf zitten. Maar, ik heb wel iemand gevonden. Maar je bent wel bij de braderie in het Maaskantje. Ja, ja, daar ben ik eventjes beland bij de expositie van Henk Groen. De Hoop begint hier van alles te waaien. En ik heb Erna bereid gevonden om een drukkerschema met me tekenen even zijn tijd te maken voor ons. Nee, maar vertel even, waar ben je nu? Want ik zie twee dames die aan het tekenen zijn. Maar tenminste, ik denk aan het tekenen en jij staat daar een model voor. Ja, dat klopt. Ja. Heb je ze het verzoek gedaan om ze jou knapper te maken dan je eruit daadwerkelijk uitziet of niet? Zeker, zeker, zeker. Oh, dat is een uitdaging, hè? Ja, dat sowieso. Ik mocht namelijk niet bewegen. Ja. Sander, vertel even wat jouw eerste indruk is over de braderie van het Maaskantje. We hebben net al gehoord een Ton Spierings die ontzettend enthousiast is. Hoe komt het bij jou over? Ja, daar ben ik net voorbij gelopen. En het is hier hartstikke druk, man. Het is kei gezellig. Ja. Ja, dus ik ben eigenlijk snel langs alle kraampjes gelopen om hier terecht te komen, maar ik ga daar nog wel even op mijn gemak terug. Maar wie mogen wij in de uitzending ontvangen? Wie is die zit hier. En, misschien dat ze de bonnet even terug wil leggen. Of neer wil leggen, maar dat is Erna. Ik ga weer de microfoon afgeven. Dan ga ik weer zitten, want anders krijg ik om het donder. Goed, Erna. Welkom. Ja, Erna van Lid is mijn naam. Welkom in de uitzending. Verrast dat er zomaar iemand op je afkomt. Ja, ja, wij zitten te vragen om modellen en die hebben we gevonden, maar tegelijk ook een interview te pakken. Dus is twee vliegen in één klap. Maar dat geldt voor hem waarschijnlijk ook, want hij krijgt zijn portret getekend door een aantal van ons. Ja, jullie behoren eigenlijk bij de schildersgroep van Henk Groenendaal. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt helemaal. Ja, wij zijn de schildersgroep Henk Groenendaal. En dat is gewoon uit de dungen, dus dat is gewoon plaatselijk. Dat is heel plaatselijk. Henk Groenendaal is een Dungenaar van geboorte en heeft een heel leven hier gewoond en geschilderd. Ja. Ja, hij is 5 jaar geleden begonnen met een portretgroep. Een aantal van ons, waaronder ikzelf, zitten er ook al 5 jaar bij. En we hebben van hem leren portret tekenen en schilderen. Voor ze hebben dat eigenlijk. We hebben het heel enthousiast van altijd gedaan. En elk jaar hier op de Batterie een tentoonstelling gehad. Al dit is de derde keer nu. Dus Ja, Henk is helaas komen te overlijden afgelopen jaar. Ja, afgelopen oktober, klopt. Ja, helaas inderdaad. Hij is vorig jaar ziek geworden en in oktober overleden. Een groot gemis. Ja, heel groot gemis. We waren altijd al hecht als groep met Henk samen. En door zijn ziekte en zijn overlijden is dat eigenlijk alleen maar nog meer geworden. We hebben heel veel met hem gepraat tijdens zijn ziekte en eigenlijk ook op zijn sterfbed. En hij vond het heel belangrijk dat wij doorgingen als groep. Dus dat hebben we gedaan en nu staan we dit jaar weer hier op de tentoonstelling met een speciale expositie. Want we hebben deze expositie Henk zijn volk genoemd. Henk zelf heeft portretreeksen gemaakt, Dungensvolk en Brabantsvolk. En als eerbetoon aan hem hebben we dit nu Henk zijn volk genoemd. We hebben zijn kinderen als model gehad, we hebben zijn vrouw als model gebruikt. En we hebben portretten van hem en eigenlijk alle modellen die dit jaar zijn langs geweest. En hoe kom je erbij om nu op de braderie in het Maaskantje te gaan staan? Dat hebben we eigenlijk al, dat is nu het derde jaar, dus het is een beetje traditie geworden om het jaar af te sluiten met een expositie. En hier, ja, we zijn heel plaatselijk, we zijn Dungens of Henk is een Dungenaar. Dus is het heel logisch voor ons om hier te gaan staan met onze portretten van veel Dungenaren ook. Dus heel plaatselijk. En nu Sander. En nu Sander, ja. Kun je hem zo kunnen zien? Ja, maar kun je er iets van maken of is het een beetje moeilijk? Tuurlijk. Ja? Nee, tuurlijk. Ja. Wat zijn nou de karakteristieke dingen van Sander waar je echt aandacht aan gaat besteden op het portret? Nou, het is een beetje lastig. Hij is ondanks zijn goede voornemens niet echt stil. Dus het is een beetje zoeken naar zijn baard is natuurlijk heel opvallend. Ja. En heeft een pet op, dus heel opvallend. En voor de rest heeft hij een mooi lang gezicht. Maar Sander en stilzitten, dat zijn twee echt verschillende dingen hoor. Ja, dat klopt, dat merken we ook. Maar zelfs bewegend gaat het nog wel goed. Dus, het is wel een beetje een goede plaats voor jullie schieten, hè, jongens. Ja. Nee, maar het ziet er goed uit, de tekening moet ik zeggen. Of dankjewel. Portret. Krijgt hij het straks ook mee? Of dat wij nog kunnen... Voor mij, hij mag hem meenemen. Als je dat ik even stil wil zitten, dat ik hem even afmaak, dan krijgt hij hem mee. Ja, jullie zeggen, dan kunnen we niks mee, die mag je gewoon meenemen. Nee, hij mag hem meenemen als je hem leuk vindt. Okay, als je hem niet leuk vindt, hoeft hij niet mee te nemen. Sander meenemen, die willen we zien.
Wie is jouw bekendste persoon die je ooit getekend hebt? Ja, die ik, het model, dat zijn over het algemeen, zoals ik al zei, Dungenaren. Ik heb wel een aantal bekendere mensen geschilderd, maar puur van foto's dan, want die zitten geen model. Maar veel Dungenaren bijvoorbeeld wel. Ja, moet ik zo snel even opkomen. Je hebt toch ook Jan Pommer? Jan Pommer heeft ook model gezeten, dat klopt. Ja, die kennen we ook allemaal heel erg goed. Die komt elk jaar wel even kijken hier, dus ja. Je moet je eigenlijk een keer tekenen en dan echt een hele slechte tekening van maken. Want we weten dat Jan een beetje ijdel is, hè? Dan, is dat een idee? Dat is een idee, ja. Maar niet dat we dat gaan uitvoeren waarschijnlijk. Dat zou wel een uitdaging zijn. Ja. Ja. Goed, wat staat er vandaag nog allemaal te gebeuren? Wij zijn eigenlijk doorlopend aan het tekenen buiten. We hebben twee momenten op een dag. Waarop mensen kunnen meedoen, kunnen mee tekenen of model kunnen zitten. Eigenlijk mogen mensen de hele dag meedoen. Maar dat is eigenlijk het idee. We hebben een prijsvraag binnen. Er is een prijs te winnen. En we hebben een geweldige expositie om te kijken hier bij mij bij de speciaalzaak. Dus als mensen willen komen kijken, heel graag. Als mee willen doen of model willen zitten, ook heel fijn. En alle belangstelling is welkom. Yes, sowieso yes. Voor Henk en voor de portretten die wij gemaakt precies, hebben ook. Precies. Maar je zei ook dat mensen zelf mogen tekenen. Ze mogen zelf ook een portret. Ja, wij weten al 5 jaar hoe leuk, maar ook hoe moeilijk het is om dat te doen. Ja. Dus we willen mensen heel graag de gelegenheid geven om mee te doen. En we willen ook wel aanwijzingen geven en mee helpen. Als ze denken van, al nooit gedaan, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Want het komt vaak voor dat mensen toch niet weten hoeveel ze zelf kunnen als ze eenmaal beginnen. Dus dat is wel leuk. Is dat zo echt dat jullie dat merken, dat mensen... Ja. Nou, dan ga ik Ton op jou afsturen. Vanmiddag. Dat is goed. Dat is goed. Ik ben benieuwd of je dat dan ook nog blijft zeggen. Ja, ik ben heel benieuwd. Laat hem maar komen. Oké, helemaal goed. Goed, en we gaan jullie nog een succesvolle dag toewensen. Dankjewel. En geniet ervan, zou ik zeggen. Ja, het weer is goed in ieder geval. Dus alles. Ja, dat klopt. Okay. Niks op tegen. Ja, heel veel plezier daar op de braderie in het Maaskantje. Dankjewel. Oké, dat was Erna Verlit. En Sandra, jij zit nog steeds? Ik zit nog steeds, ja. Ik word af en toe met een boze blik aangekeken, want ik beweeg veel te veel. Ja, maar jij in stilzitten, Sander, wat doe je jezelf aan? Ik kan heel goed stilzitten, Bert, jongen. Ja, ik heb net door de wees niet, hè. Een mooi kantoorbaantje. Dan kan ik het weekend mooi los. Oké, helemaal goed. Nou, ja, Sander, dus het was weer een perfecte locatie die je uitgekozen hebt. Ja, het is hier. Ik zou iedereen oproepen om eens even langs te komen hier in het Maaskantje, want het is een fantastisch braderietje. Nou, niet je, gewoon een braderie. Ja, heel goed. Heel goed. Wijze woorden. We zien je dadelijk weer verschijnen hier. Is goed. Tot zo. Tot bedankt, straks. Sander van der Brand. En wij gaan toch even luisteren. Een heel mooi zomersplaatje, plaatje moet ik zeggen, van de Beach Boys.